Welkom terug bij Roadtrip La Bohème. Je bent gearriveerd. Ik zie alleen echt niks. Handrem. Nee, sorry. We zoeken nu naar het huis waar Puccini woonde in Milaan. Ja, ik zie het. We reizen weer even terug in de tijd, naar het jaar 1880. Voor een deel van de tijd woont hij nog in zijn geboortehuis in Lucca. En voor een ander deel woont hij hier, in dit huis, in Milaan. De beste man was op dit moment straatarm. Hij had nauwelijks werk. Hij was zelfs zo arm dat hij al moeite had met het stoken van de kachel. Van een goede vriend kreeg hij af en toe wat geld, maar dat was net genoeg voor een halve maaltijd. Lange tijd bleef het voor hem moeilijk het einde van de maand te halen. Dit gebruikt hij vervolgens als thema in zijn opera's. De armoede in La Bohème is duidelijk geïnspireerd op Giacomo's zijn eigen leven. Puccini zag het zeer somber in. Zeker toen ook zijn volgende opera niet goed ontvangen werd. Ziek van armoede noemde hij die tijd La Miseria. Uit brieven die Puccini schrijft aan zijn broer Michele blijkt hoe arm hij echt was. Michele woonde in die tijd in Zuid-Amerika. Hij werd gevraagd om pianoles te geven aan de vrouw van een belangrijke senator. Je raadt het al. Ze worden verliefd en ze krijgen een geheime relatie. Maar wanneer de senator achter de affaire komt, daagt hij Michele uit voor een duel. Michele schiet als eerste en de senator valt dood op de grond. Althans, zo lijkt het. Hij herstelt van het schot waardoor Michele uiteindelijk moet vluchten. Eerst naar Buenos Aires en later naar Rio. Giacomo schrijft in een brief aan zijn broer dat hij financieel totaal aan de grond zit. Hij sluit zijn brief af met de woorden: als het mogelijk is om naar Argentinië te reizen, dan kom ik je direct achterna. Ik ben helemaal klaar om hier te vertrekken. Zijn carrière als operacomponist zou hij er desnoods voor opgeven. Ten slotte vraagt hij zijn broer nog om geld. Best een goed idee trouwens. Want zelf zou hij zo'n reis nooit kunnen betalen. Maar er komt geen reactie. Pas 2 maanden later krijgt Puccini te horen dat zijn broer overleden is aan de gele koorts. Hij was pas 27 jaar oud. Giacomo moest ook nog zijn huis in Milaan verlaten, omdat hij de huur niet meer kon betalen. Hij begon op het platteland rond Lucca te zwerven op zoek naar een goedkoop huisje. En zo kwam Giacomo terecht in Torre del Lago. Op dat moment nog een piepklein moerasdorpje. De mensen leiden er een middeleeuws bestaan. Ze leven van de visserij en van het jagen op wild. Maar ondanks de armoede en het verdriet over zijn broer was Giacomo een enorme levensgenieter. Een bohemien in hart en nieren. Zo besloot hij samen met dat dorpelingen eigenhandig zijn stamkroeg in elkaar te timmeren. Met vrienden. Een hedonistisch verbond. Ze maakten hun eigen regels. Stilte was verboden. Net als elitair gedrag. En de kroeg werd verlicht met een olielamp. Of met kaarsen, maar alleen als de olie op was. Er moest veel gegeten en gedronken worden. En illegaal gokken was ook toegestaan. Zeurende mensen, zakenlieden en depressieve figuren waren niet welkom. Gewoon achter de tractor aan, hè? Maar dat is wel een Lamborghini. Dat dan weer wel. Wist je dat hij is begonnen met tractoren? Echt? Ja. Dat is een boer. Zou Puccini ook een tractor hebben gehad? Vast. Een hele snelle. Hij is wel gek op auto's. Zo. Ik heb nog maar 35 euro op mijn rekening staan. Dus ik dacht, ik moet even wat op straat spelen. Thank you.
meteen zoveel erkenning in zijn leven voor zijn opera's? Of... Nee, helemaal niet. Want eigenlijk was Giuseppe Verdi was echt de grote operacomponist in Italië. Het duurde heel lang voordat Puccini een beetje in zijn voetsporen kon treden eigenlijk. Dus met zijn eerste opera, Le Villi, werd hij eigenlijk nog door heel veel critici echt bekritiseerd. En pas wanneer hij Manon Lescaut schrijft, breekt hij eigenlijk door bij het publiek. En dan gaat het langzaamaan steeds beter. En uiteindelijk erkennen ze wel dat hij een groot talent was? Of... Ja, uiteindelijk gewoon world domination. Ja. De première van Manon Lescaut wordt gedirigeerd door Arturo Toscanini, befaamde dirigent en een goede vriend van Puccini. En dat gebeurde hier achter mij in het Teatro alla Scala in Milaan. Zijn opera Manon Lescaut zorgt voor een daverend succes en betekent voor Puccini zijn eerste echte doorbraak. Eindelijk kon Puccini de armoede achter zich laten. De opera's Manon Lescaut en La Bohème brengen hem zoveel royalties dat hij zijn eigen villa kan laten bouwen. Toen stond de villa nog direct aan het water, maar nu Torre van een moerasdorpje veranderd is in een bedevaartsoord voor operaliefhebbers, hebben ze er maar een boulevard voor gebouwd. Manon Lescaut is een grandioos succes. En in de ogen van sommigen zelfs de allerbeste opera die Puccini ooit schreef. En wat hij deed met al die rijkdom? Hij kocht steeds meer dingen. 13 auto's, een boot, een mooie collectie jachtgeweren en een aantal villa's. Arrivederci amici. Ci vediamo la prossima settimana. Thank you.